Nou, welkom bij Heracles. Je hebt de eerste training net achter de rug. Hoe bevalt het je hier? Ja, goed. Rustig. Het is anders dan Rotterdam en Groningen natuurlijk, waar ik afgelopen seizoen was. Maar het bevalt me wel. Even vorig seizoen, hè? 7 wedstrijden heb je gespeeld voor Groningen. Ja. Snel vergeten dat seizoen? Nee, ik denk dat dat leerzaam is. Dat zijn ook van elke negatieve natuurlijk het positieve eruit halen, toch? Met jouw ervaring, kampioen geweest, interlands gespeeld, kun je toch nog iets leren? Tuurlijk, waarom niet? Nee, wat heb je daarvan geleerd? Heel veel. Ze hebben me ook andere mogelijkheden geboden. En daarvan heb ik ook geleerd. En je leert dat elke situatie anders is natuurlijk. En de Eredivisie is niet als de Eredivisie toen ik bij PSV speelde. Dus dat is ook weer anders. Je speelt bij een ander soort club. Dus dat vergt ook heel anders. Wat verwacht je van dit seizoen bij Heracles? Ja, iedereen, ik heb al 4 interviews gehad en iedereen vraagt het gelijk aan me. Maar ik wil geen titel geven of aandacht geven nu aan dat soort dingen. Ik denk dat als ik nu iets zeg en het is aan het einde van het seizoen anders, dat jij de eerste bent die naar me toe komt. Zeker weten. Dus ik gooi niet graag mijn eigen glazen in. Dus laat me zeggen, gewoon goed voorbereiding draaien. En dan eerste wedstrijd tegen Ajax en dan gaan we gewoon ervoor. De trainer zegt handhaving. Dat is wel heel bescheiden, maar dan zit je altijd goed natuurlijk. Realistisch. Realistisch? Dat wil je toch horen? Ja. Wat zou jouw rol worden hier in deze groep? Ik denk als ervaren speler gewoon de jongens helpen en bij elkaar houden op het veld, in het veld en natuurlijk buiten het veld. Er is een aantal jonge spelers die ook nog weinig ervaring hebben. Dat heb je al vaker meegemaakt, denk ik. Ja, zeker. Dus vandaar dat er een speler zoals ik die natuurlijk sturing kan geven. Hoe vind jij de kracht in de voorhoede van Heracles op dit moment? Ja, eerlijk gezegd, dit is mijn eerste training. En ja, we gaan het nog wel zien. Het ging bij mij ook niet in het begin hier zo lekker, dus we gaan het wel zien. En ik denk dat het bestuur en de trainer wel die mogelijkheden hebben om natuurlijk een goed team van te maken. Dus daar vertrouw ik op. Ik vond nog een verrassing, Jetro Willems, helemaal naar Almelo. Hoe is dat tot stand gekomen, die contacten? Ik ken natuurlijk Nico Jan via Justin ook. Heb mee gespeeld en die had me opgebeld. En vanuit daar is alles heel snel gegaan. Woon je ook al hier? Ja. Waar woon je dan? Oh, waar woon ik dan? Kom je dan inbreken of zo? Of stuur je een paar... Je woont al in Almelo? Ja, ik woon al in Almelo. Hoe bevalt het hier? Het is mijn eerste dag, hè? Eerste dag? Ja, dus als je wat opties hebt, laat me weten. Ja? Ik sta buiten de uitzending. Ja, is goed. Ben je vandaag van huis dan? Ja. Goed, bedankt hè.